Oh, zij is groot gelast. Diefstal. Ja, zakken hem Udling. Is gewoon een eenheid te plaatsen? Ja, ik zal hem even nu te trekken pakken hoor. Ja, maar die, okay, maar die, hek, die hek wel zelf geschreven, is dat erg? Kijk naar een nieuwe video. We gaan weer verder in de serie waar we eigenlijk gebleven waren. We waren natuurlijk dienst als verkeer in de Volvo. En we hadden een aantal meldingen waar bij twee heren of twee boeren uit het noorden hier vallen. Voor veel overlast in de stad zorgden. Dus we gaan ook gelijk naar een melding waar we eens bij betrokken zijn. Veel plezier met de video. Laat ondertussen nog even een duimpje af. De 1302 met 4 spraakkamer vraag je 5 seconden over. Ja, sorry. Ik hoor hier ook echt heel veel piepjes achter elkaar. Ik weet niet wat dat is. Maar... Even een andere vraag, die twee aangeeft dus op die grote truckers, waar die naar het bureau gekomen? Dat zeiden ze wel, dat ze naar het bureau gingen, maar... Hebben we het over die trekkermachine, die trekker mensen? Ja, klopt dus. Ja, daar is zojuist op het kruispunt net voor het hoofdbureau een ongeluk mee gebeurd. Dus daar zijn we nu mee bezig. Rijk die kant ervoor. Ja, dat is nou weer nodig nou. Oké, dan zijn het andere mensen. Ik moet trouwens nog de rang VP nog achter mijn naam krijgen. Ik weet niet of jij dat nog kan doen. Staan blijven. Staan maar even uit. Nee, wat doet die auto hier? Ja, dat vraag ik me ook af. Meneer, zo moeilijk is het toch niet? Heren, ook jullie. Hebben jullie iets en heren ermee te maken? Ja, ik ben tegen die trekkraag. Hij is tegen de aangekomen. Oh, okay, nee, die zo'n dus die knop te krijgen, hè? Dat is zo'n 36-20. Willem, wie moet nog even naar het bureau, want die moet nog aangifte doen. Ja, ja Willem ik en Jan. Ga erin, hoor. Ja, we komen eraan, hoor, Jan-Willem. Wie komt eraan? Ja, Ja? Ja, wat is er? We moeten nog even... Gaan we dit opruimen, Jan, collega's, of staan we hier nog even? Nee, we komen er nu aan. Wij kunnen het gebied vrijgeven weer. Oké. Okay. Jullie hoeven niet naar het bureau, we zoeken wel even een keer plekje. Ik hoef alleen wat gegevens te wisselen. Oké, nou reden wacht u aan. Welke horen we eens van u? Ja, maar wie kunt ook wel hem op de snor gaan staan? Ja, op de snor. Ja, dat is dat aan de zijkant van de weg, zegt die agent net in ons. Ja, er heen een paar tegeltjes en het heet een snor. Heb je van Hunzeng. Oké, nou dan gaan we die kant ook volgen jullie. Kijk eens. Nou, dan wachten we tot ze weg was. Ja, wie geeft hem de... Het verraar gast, joh. Ja, die gasten niet helemaal anders, volgens mij. Maar goed. Oh, CD 5011 gaat weer met vervolg. Het zal vast in het accent liggen. 0511 gaat met vervolg, dat is begrepen hoor. Ik ben dus weer status in. Hoe reed ben jij dit? Hé, hey, Mara heren. Ja. Pak even mijn klapblok erbij. Oeh, een klapblok? Dat noemen we weer gewoon papier en een pen. Nee, dat neemt wie bij ons tussen papier en een pen. Je weet nooit hoe die stadsnut allemaal. Ja, het is oké, okay. Dat is een klapblok. Met papier en pen. Die meneer van net, die is, heeft 4 maanden celstraf gehad. Zeur, de knetters. Voor openstaande boetes en poging diefstal fiets en poging diefstal auto. Heb je het toch goed gedaan, Willem? Dat is wel netjes. Ik heb zijn gegevens. Hij wil nog steeds niet meewerken aan het formulier. Dus u had ook een formulier, zei u toch? Ja, ik zal hem even nu te trekken pakken hoor. Ja, maar die heb ik wel zelf geschreven. Is dat erg? Nee, want één zijde vult u in. En de andere zijde vul ik dan even in met de meneer zijn gegevens. En dan onderteken ik als zijnde dat het door de politie is ingevuld en dat die gegevens correct zijn. Maar wie hebt dat formulier wel zelf geschreven met? Dus ik weet niet of dat allemaal officieel is. 1303 heeft eenmaal staan en niet voeten. Maar Willem heb geen printer, dus anders kon je dat niet. Dus we hebben alles over geschreven. Het is gewoon een Europees schadeformulier, toch? Die elke auto heeft? Een auto? Wij hebben geen auto, hè, meneer? Nee, maar wel een kentekenplichtig voertuig. En die valt ook onder de motorrijtuigenbelasting. Jezus. Is het een moeilijke vraag te stellen of geloof je dat?
ik heb geen idee waar u het over heeft. Is dat gele dingetje achter op ons auto? Ja, maar ik weet niet of jullie een kenteken hebben. Het hoeft namelijk niet altijd. Ja, ik ken het niet. Ik heb alleen een of andere... Ja, ik noem het altijd de velgen. Een driehoek, maar... denk ik. Ja, zo'n rode driehoek hebben we inderdaad. Ik heb nog wel een bonnetje van dat ik nieuwe banden op mijn trekker heb gezet. Moet je dat anders hebben? Ik ga even kijken wat jullie hebben. Echt, die agent van tegenwoordig hier in die stadsleven, die hebben helemaal geen verstaan meer van de boeren weer. Ik snap het ook niet meer. En een snor, hoe kom je überhaupt erbij om dat een snor te noemen? Ik weet het, maar dat was deze nog geen... Nee, zijn inderdaad niet kentekenplichtig, dat komt het landbouw voor moeten hebben. Donders. Ja, wij mogen 24 kilometer per uur. Ja, maar het valt wel een gewoon onder de wegenverkeerswetverzekering, dus dat staat dan op jullie naam. Dus dat vullen we in. Dat ik laatst zag daar nog in de krant wat van lezen. Ja, de weerverkeer was veranderd of zo, hè? Ja, dat idee had ik wel, ja. Maar goed, dat weten we ook niet, hè. Nee, we zijn ook maar domme boeren uit Noorden. Ja, wie rijden toch alleen maar op het land. Ja, wel stom dat die buiten dan aan de stad is. Ja, dan met wie hem zoeken. Nou, dat, ja, kunnen we daar nog... Maar wat brengt jullie eigenlijk? Ja, nou, goed dat we het daarover hebben, meneer. Ja, wie wil nog even aangifte doen daarvoor, hè? Ja, van diefstal. Ja, zak het hem uitleng. Stel het maar. Nou, het betreft dus onze buurman, Alfons, die had een prijswinnende koe. En die koe, dat was Beta 32. Maar Beta 32 is een stol. Ja, dat was echt een prijswinnende koe, hè. En gisteren hadden we hier eentje... Die had bekers. Oh. Daarom hebben die gore kaart bij ons. Daar kunnen we alle bekers in meenemen als dat politie daarom vraagt. En die gaf melk, joh. Oh, lekker. Maar veel. Maar ja. Beta 32 is dus gestolen. Dus wie bent dus een Betty aan het rondkieken van waar is Beta 32? Wie hebben wat hooi bij ons om Beta te lokken? Hij is al 4 dagen weg, dus elke dag een baal hooi eet hij, hè? Elke dag, kunt u voorstellen hoeveel melk dat is? Elke dag zo'n baal hooi? Ja, dat is echt niet normaal, maar... Dat is best een koe. Zie, kijk, zijn buik en mijn buik, dat heeft hij keer 2. Maar die prijs hebben we ook gekregen, beste koe. Oké, wacht heel even hoor. Ik dit formulier van die verzekering heb, dat handel ik af van Bro. Deze meneer nou weer. Dat zou heel fijn zijn. En dan gaan we nu door naar een diefstal van een koe. Ja, nee, van Beta 32. Ja, is niet zomaar Beta een koe, 32. Nee, oké, helder. Wat kunt u er verder over vertellen? Nou, het was een koe die was bruin en had een paar witte vlekken. Ja, ook een paar zwanen, hè, daarbij de achterkant, zeg maar. Ja, bij de poten, maar dat was volgens mij meer modder. Maar... Oh, ik dacht dat ook in zijn huid zat. Ja, dan moet weer aan Alfons vragen, maar... In elk geval, het was een Alfons. Koe. Ja, bel Alfons maar. Zal ik intussen wat meer informatie aangeven? Want er was een koe en die had dan zo'n geel ding door het oor heen. En stond op Beta 32. Maar dat is geen telefoonnummer van Beta, hoor. Die kun je niet bellen, want die heeft geen telefoon. Nee, dat snap ik. Maar die... Hé, Alfons, hoor je mee? Doe toch eens hen, dan gaan jou, Willem. Ja, nee, Alfons, die is een voicemail. Willem, doe toch eens hen, dan gaan jou, ik schreeuw dat iets waar hij aan de telefoon. Ja, nee, maar hij is een stomme voicemail, weet je wel. Dan ik zegt kan hij... wel een vogelverschrikker zijn hij met die telefoon. Ja, maar Alfons zit in het noorden, snap dat dan? Ja, maar hoe je niet harder om... Ja, oké, nee, dat snap ik wel. Nee, dan moet je harder eens een keer, anders kan hij gewoon niet horen vanaf hier. Sorry, Alfons neemt niet op. Maar goed, gestolen Bertha. Nee, Beta 32. Echt jongen, die agent van tegenwoordig. Beta 32. En wat is het laatste dat u gezien heeft? En wanneer is hij weggegaan dan? Ja, die stond gewoon lekker in het weiland te grazen. En op een gegeven moment, wie zei hij zo'n, ja, zo, wat was het, zo'n grijze trailer of zo? En waar, welk weiland is dat? Ja, hij zeg maar bij Sandy Shores. Hij dan zeg maar de tweede links gaat. Daar gooi je naar de derde rechts. En dan... Dan maak je een U-bocht en dan ga je de tweede links en naar beneden. Die agent is stil, die snapt dat niet, die komt daar nooit. Ik heb hem volgens mij nu op de map gevonden. Maar oké, helder. En u zei een trailer, is een camera beeld eraan toevallig? Nee, denk ik wel. Waar is dat, een camera? Ja, dan maar. En u zei iets over een grijze trailer? Ja, dat dacht ik, maar dat kon ook zo werken omdat het volle maan was, weet je wel, dat die, dat de schittering met die vreemd was. Van, hey dan wel eens, hè? Ja, we hebben daar niet zoveel verlichting als hier in dat dorp. Nee, maar het is allemaal wat donker nog, hè?
Ons enige liggie was Beta 32, maar die is nu voor. Nou, niet heel. Oké. Ik af en toe ook een Betty Zip. Kan je voorstellen hoe die eigenaar zich er wel niet bij voelt? Ja. Nee, de eigenaar was Alfons. Oh ja, Alfons. Ray was gisteren op zoek naar Bertha. Ja, echt, de hele buurt schiet te hulpen. Als een buur, als hebben een jullie buurman... een telefoonnummer? Een telefoonnummer? Oh ja, wacht even. Bertha wel, dat is nummer 32. Ja, ik heb... Wacht, nee, hij bedoelt waarschijnlijk met zo'n mobiele telefoon. Zo'n mobiele telefoon, ja. Een vaste mag ook als je het nog heeft. Nee. Ik heb hem opgeschreven in mijn tracker. Wacht even, ik pak hem even. Ja. Doe dat maar in, Willem. Oh, die Willem. Die heeft alles voor elkaar, hè. Ja, die heeft dat netjes voor elkaar, dan. Nee, maar dan ga ik straks... dan hoef je niet naar het bureau. Dan neem ik gewoon een aangifte op. En dan bel ik jullie later nog eventjes. Voor een handtekening. Maar dan moeten jullie mij ook even bellen als jullie meer info hebben. En dan gaan wij even uitkijken ook. Hebben jullie enig idee wie je met een Bertha wat ze mee zou moeten? Nou, het was een prijswinnende koe. En die gaat me toch een bak melk? Ja, dat is het. Die ik heb, nou Willem, ik heb zelden zo'n bak melk gezien van zo'n koe. Maar je kon daar room van maken. Ja, dat was weer... Je hoefde er haast niks aan toe te voegen, dan had je al banketbakkers gewoon mee, hè? Nou, dat was soms, echt, dan heb je er nooit eens in. En prijs na prijs, net wat I ook zegt, dat was een beste koe. Kent u iemand die hij misschien zou willen stelen? Aan de andere kant van de grens, daar wil iedereen dat beest. Ja, oké, dus je hebt geen... Oké, dat zijn er wel ook mensen. Nou, wacht hem. Hoe heet die ene gast ook alweer? Welke ene gast? Ook met die hoed? Ja, Joost. Joost. Hoe heet die toch ook weer van de achterkant? Dat weet ik zo niet. Ja, kijk, wie tatoeëren dat gewoon allemaal op de achterkant? Maar dat doet niet iedereen, hè? Nee, maar hoe heet die van de achterkant? Oh, nee, achternaam was niet achterkant, sorry. Joost, volgens mij weet het, was de achternaam. Joost weet het. Oh ja, dat was... Joost weet het? Joost weet het. Of Joost weet het niet, ik weet het niet. Ja, Joost mag het weten, dat weet ik ook niet, maar... Iets met Joost en ik weet het niet, weet het wel. Ja, iets in die trant. Ja. Die verdenk ik daar persoonlijk op. Want die was al een paar keer aan het kijken met die verrekijker. En toen kwam ik hem dus aan, met mijn hond, kwam ik even aan het erf aflopen. En ik zeg van, wat doet hij hier, Joost? Nee, ik was vogels aan het kijken, zeg ik dan. Ja, vogels op de rug van Bertha, denk ik nu achteraf. Maar hij had de doppen nog op de lenzen, dus... Oh, wacht. En waar woont die Joost? Ja. Nou, die woont, zeg maar, als je dus die U-bocht hebt gedaan en de tweede weer links bij de west. Dan ga je ietsje naar boven. En dan zie je daar op een paal zie je een ster staan en daar moet je dan weer twee huizen verderop. Door is het daar. Dat heeft geen adres? Nee, daar doen wij niet aan. Oké. Okay. Ja, dat is volgens mij dat iets met weiland. Of... Ja, Wielandbrief. In elk geval, misschien heeft een groen weiland en een akker. Ja, okay. Nou, ik ga even een zoekpoging proberen daar. Ik heb mijn telefoonnummer ook gevonden, die is bij deze. Ja? Moet je nog kijken wat noord hoor, joh. Moet ik nog meer weten? Wilt u nog wat weten? Ik heb volgens mij het verkeerde nummer gegeven, maar als je daarmee op belt, dan moet je aan Cor vragen of je me even kan krijgen. Wij delen een telefoonnummer thuis. Oh, Cor is ook wel een beste fan. Ja, dat is mijn zoon, hè? Ja, Corrie. Kun je noteren hem even? Alleen jammer dat hij dan weer de naam van die agent heeft aangenomen. Ja, maar goed, het is misschien niet zo handig om dat te vertellen. Oh, ja, niet. Ah, hij staat toch op zijn telefoon, joh, die hoort ons niet. Nee, dat was ook. Ja, ik kan horen prima, hoor. Oh, shit. Hoe is je nummer? Ik ben toch echt wat trots op mijn snor, Willem. Mijn snor is toch ja, fijn. Maar als je vergelijkt die snor met die snor, dan is die snor inderdaad van een stuk mooier. Ja, maar deze snor is ook zo groot, die kun je er nooit op je lippen doen. Nee, dat is, maar ook al je verschillende kleuren. Oh, maar kijk joh, er zit gewoon kogel op die snor. Er groeit ook gewoon mos op, hè? Ja, dat is ongekend, die zal nooit gewassen worden. Die lui die kunnen ook gewoon geen onkruid witten hier. Dat is echt een stad. Nee. Dat zal u. Goed dat we Bertha gauw terugvinden. Nummer staat erin, Cor? Ja, dank u wel. Nee, niet van Cor. Ja,
Precies. Ik snap het bedoeld, ja. U bent nog niet onze namen kwijt, hè? Ja, Willem en die andere was Willem Bier, zo. Die agent tegenwoordig. Agent van tegenwoordig, Willem. Kijk, dat is dus Jan en ik ben Willem. Oh, ja. Ik ben Jan. En. En dat is Willem. Mijn beste moord hier, dat is Willem. En ik ben Jan Willem. Ja, dat weten we. Kijk, als je ons één keer iets vertelt, dan vergeten we dat niet. Het is mooi. Nou heren, ik moet het allemaal op papier zetten, dus ik ga het administratie doen, bro. Jullie gaan nog even zoeken in de stad? Ja, we gaan nog even verder. En dan gaan we even via de interstate gaan we zo weer naar het noorden. Bellen jullie 1 en 2 als jullie de boeven zien? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Bellen we 1 en 2 of... Ja, welk nummer is 1 en 2? Ja. Welk nummer moet je dan bellen om 112 te bereiken? Ja. Je hebt een telefoon, hè? Ja. Pak hem even. Dus? Ja, dan klik je op het knopje 1. Ja. En nog een keer het knopje 1. En dan het knopje 2 en dan het bellen. Oh, je moet gewoon de nummers 112 bellen. Ja, maar dat zegt hij toch ook niet? Nee, klopt, zeg ik niet. Maar nu weer deze duidelijk, toch? Ja, zeker. Jij bent een goeie agent. Dank u wel, dank u wel, meneer. Wat eten jullie daar, bureau? Slag om taart? Vandaag hebben we koeken. Gisteren hadden we slag om taart. Eergisteren appeltaart. Beetje melk af en toe van de boer. Jan, dan gaan we eens even wat lekkers halen voor die agent. Ja, kom aan, bureau, meneer. Ja, oké. Kom goed. En wij hebben zoek naar Bertha. Ja, dank u wel. Hé, Willem-Jan, tot straks. Succes, Willem en Jan. Dank u wel, Willem-Jan. Willem, goh, dat was nu toch ook alweer. Ja, voor mij Willem-Jan. Ja, dat dacht ik ook. Willem-Jan was. Hoppa, hij staat nog. Kijk, dat is goed om te horen. De 1302, ja. En dan kunt u dan nog verder wegrijden. Succes, heren. Hoe zei 1302 die zaak met die... De 1302? Of? Ja, 1302 die zaak met die... aanhangers opgelost. Ik praat alleen dit kanaal, Jan Willem. Je moet even naar de meldkamer spreken. Oh, sorry. De 1302 nog? Ja, OC, sorry. Oh, 1302. Ik zat op het verkeerde kanaal. De aangifte met die twee heren opgelost. Nog wel is dat ze zijn een gestolen koe aan het zoeken. Die genaamd de Bertha. De 1302, spraakaanvraag. Kan je me vriends of ik even spelen op Discord? Collega's vrij voor de overval? Yes. 1303 staat 1. Deze ging echt snel. De 1301 in ieder geval. 1301 kan koppelen, hè? Nova Raal kan ook koppelen. Ja. 1303 staat 1. Oftewel 056. Maar ik heb mijn roadnummer nog niet aangepast. Nee, 056, de 1301 en de 1303, correct? Yes. 1301 onderweg. En de 02 toevallig ook? Ja, ik wil er niet gelijk in, sorry. Ik rij inderdaad op de snelweg binnen met een minuut. Ja, u rijdt op de snelweg en bent er binnen een minuut. Dat is ontvangen, hoor. Is er al een eenheid te plaatsen? Bij de overval? Ik kom echt net aanrijden. Ja, spreek hoor. Nog 506 ook te plaatsen, hoor. 1301 is... Zit hij maar binnen met een bom! Met een bom? 0506 ook te plaatsen. Oh nee, even staan blijven, staan blijven! OC is groot, gelost. Collega. Motorrijder gaat vandoor. Schoot is gelost, gecrashed. Ontvangen. Kijk, hij zei trouwens dat er binnen een bom lag. Binnen een bom, ontvangen. Allebei bij de banden van de motor lek geschoten. Hij probeerde weer vandoor te gaan. Rent momenteel bij jouw shoot. Kijk de winkel even.
naar binnen toe. Was dat de enige verdachte, jongens? Of, Winkel is clear, geen bom gezien. Ja, dat was de enige verdachte dan. Ik heb hem niet al meegekregen. Hebben we die verdachte te pakken? Ja, collega's, ik heb wel een ander transport nodig, gezien onze... Ja, geen probleem, JW. Maar wij eigenlijk hebben alleen maar even een transportje nodig voor de verdachte. Oeh, daar ging de band. Hebben jullie daar een voertje staan of niet? Ja, meerdere voertuigen. Ja, wij gaan hem denk ik maar in de V70 of in de BMW plaatsen. Ja, gooi maar mij erin, anders. Oké, okay. Dan zet ik hem bij jou aan het voertuig, JW. Is de persoon nog voor jou, jongens? Daar ben ik nu aan toegekomen. Hij bestond op de snelweg, vond ik niet dat goede plek. Ja, meneer, ik ga u nog even hier op basis van de arrestantenwet. Heeft die scheppen voor me even bij u waar ik me aan kan baseren? Ja, collega's. Collega's, 14.000 euro aan zwart cash aangetroffen. Vermoedelijk van de pleeg van de winkel overval. Ik weet niet of jullie iets... Ik heb het in beslag genomen. En ik ga hem in de voertuig Wordt onderzocht door de recherche. Ja, dat is ook ontvangen door het OC hoor. Ik heb hem in ieder geval even in het voertuig gezet voor JW. Ik heb het geld in beslag genomen. En als jij hem ervoor kan begeleiden, misschien wij geen voertuig hebben. Tegen mij gezegd? Ja. Ja meneer, wij praten tegen u, maar u reageert niet op wat wij zeggen. Wacht, JW, kunnen wij even met jou meerijden gezien wij geen auto hebben? Stap maar in hoor. Stad of... Ik ga maakt niet boven, uit wat je wil, shoot. Mag voor mij liever stad, Oeh, is een krap. Ik vind het Pools, of het Russisch, of... Google Translate.